Het bevrijdingsfestival in Wageningen krijgt er een zusje bij. Een nieuw vrijheidsfestival in Ede en vandaag was de eerste editie. Dag dames en heren, dit is Gelderland Vandaag. De plannen die waren er al, maar het gaat nu ook echt gebeuren. Kernrandpillen voor kinderen onder de 18 jaar. Ze moeten beschermen tegen radioactieve straling. En op die manier kan je dus zorgen dat radioactief jodium weliswaar even het lichaam binnenkomt. Maar het grootste deel daarvan zal binnen 24 uur alweer het lichaam uit zijn. En de lekkerste friet van Gelderland, die komt uit Ermelo. Het moet een nieuwe traditie worden, het Vrijheidsfestival in Ede. In de week dat de stad haar bevrijding viert, wordt dat festival voor de eerste keer gehouden op het kazerneterrein. En daar is ook onze verslaggever Steven Ophoff. Steven, we kennen al het bevrijdingsfestival in Wageningen, het 5 mei festival. Is dit ongeveer hetzelfde? Nee Niels, dit zal eigenlijk wel een heel ander festival gaan worden. Dat in Wageningen, dat kennen we natuurlijk van de popmuziek, de harde muziek, het grote feest dat er is. En dit is eigenlijk veel meer ingetogen. Hier is veel meer ruimte voor cultuur, er worden hier ook workshops gegeven. En er is ook een veel grotere nadruk op de veteranen. Want Ede is natuurlijk een stad met heel veel veteranen. Het heeft een lange geschiedenis met het leger. En daarnaast was er vandaag natuurlijk, en dat heb je op Bevrijdingsdag niet, het begon nog steeds met diezelfde herdenking. We hebben even een dwarsdoorsnede van de dag gemaakt. Ik stel voor dat we die eerst even kijken. Nog voor het festival van start gaat, begint burgemeester Van der Knaap de dag met een herdenking bij het monument aan de Arnhemse Weg. De burgemeester is een drijvende kracht achter het nieuwe festival. Toen er weer vrijheid was in Nederland, toen moest mijn vader in Indonesië. Dus van mijn moeder heeft de oorlog, van mijn vader en moeder hebben de oorlog meer dan 10 jaar geduurd. Hebben daar veel over verteld en wat hun hebben meegemaakt, dat gun ik voor de toekomst toe niemand. Maar na de herdenking mag het festival dan echt beginnen. Met muziek en verschillende voorstellingen. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, het is de eerste keer, dus ik hoop dat dat uitgebreid gaat worden. Ja, en zo'n festival, eigenlijk heel erg gericht op veteranen, daar is voor u wel markt voor? Ja, ja. Belangstellenden kunnen vandaag ook in gesprek met een veteraan uit hun eigen stad, die op een van de vele uitzendingen en vredesmissies is geweest. En die veteranen doen graag hun verhaal. En als er dan zo'n dag is waarop je in contact kunt komen met medeplaatsgenoten en die belangstellend zijn in wat is er gebeurd, maar dat zijn natuurlijk verhalen die, ja, die mogen best verteld worden. Ja, u hoort het, er is kennelijk behoefte aan het festival. Steven, toch krijg ik de indruk dat het niet heel erg groot is. Nee Niels, maar het is natuurlijk ook nog maar de allereerste keer dat dit gehouden wordt. En het is eigenlijk in aanloop naar 2020. Je weet, dan is het 75 jaar geleden dat eigenlijk heel Nederland en dus ook Ede bevrijd is. De hoop is dat het dan een nationale allure gaat hebben. Dat het echt een groot festival gaat worden. En daarna, dan hopen ze natuurlijk hier dat er een nieuwe traditie is begonnen. Steven Ophoff, dank je wel. Tot zover dan Ede. Kernrandpillen voor kinderen onder de 18 jaar. In september worden ze in een heel groot deel van Gelderland uitgedeeld. En ze moeten bescherming gaan bieden tegen radioactieve straling die vrij kan komen bij een ongeluk in een kerncentrale. Wie binnen een straal van 100 kilometer van zo'n centrale woont, die krijgt de tabletten. En dan gaat het om delen van het rivierengebied in de Achterhoek. Die gebieden liggen 100 kilometer van de kerncentrales in Borselen, het Belgische Doel en het Duitse Lingen. De jodiumtabletten moeten worden ingenomen in geval van een ongeluk met een van die kerncentrales. De pillen worden uitgedeeld aan jongeren onder de 18 en zwangere vrouwen. Juist de jonge bevolking die heeft een sterkere opname van jodium omdat ze nog in de groei zijn. Die zouden daardoor meer van het radioactieve jodium opnemen. En om die reden, ze hebben nog een langere levenstermijn en ze nemen meer jodium op, levert dat dus een groot risico op. En dan gaat het om een groter risico op schildklierproblemen. Ouderen krijgen geen jodiumtabletten omdat mogelijke ziekteverschijnselen door radioactieve straling zich pas laat openbaren. Als je gaat kijken naar het optreden van schildklierkanker, dat is iets, daar zit een soort van latentieperiode bij van 15, 20 jaar. Dus dat betekent dat de oudere bevolking hoeft dat sowieso niet bij. Want die, heel cru gezegd, zullen het niet meer meemaken dat ze dat krijgen.
Er zijn in Nederland genoeg jodiumtabletten op voorraad om in geval van nood aan de hele bevolking uit te delen. Het principe is simpel. Het menselijk lichaam neemt precies dat op waar het behoefte aan heeft. Wordt een jodiumtablet ingenomen, dan is de schildklier verzadigd met jodium. Radioactief jodium wordt dan door het lichaam niet meer opgenomen. En op die manier kan je dus zorgen dat radioactief jodium weliswaar even het lichaam binnenkomt, maar het grootste deel daarvan zal binnen 24 uur alweer het lichaam uit zijn. Zo'n 30.000 wandelaars die hebben in Geldermalsen meegedaan aan de 25e Rode Kruis Bloesemtocht. Een eendaagse wandeltocht langs fruitbomen die nog net in bloei staan. Een bijzondere dag, niet alleen voor de lopers, maar ook voor de vrijwilligers van het eerste uur. Razend druk met wandelaars, maar als een zonnetje. Oké, dat mag ik horen. Oké, bedankt en uit. Dirk Laverge is vrijwilliger van het eerste uur en al jaren marsleider. Volgens hem is de Bloesemtocht een groots, uniek wandelevenement. Wat speciaal is, dat die eigenlijk maar één keer op een jaar gelopen kan worden. En dat komt door het feit dat er bruggen gelegd worden door de militairen. En we mogen gebruik maken van terreinen van fruittelers. Waar we normaal nooit kunnen komen. En over die bruggen die liggen er ook niet. Dus deze tocht kan maar één keer op een jaar gelopen worden. Er zijn ook mensen die al 25 jaar meegelopen hebben. En één van die vedettes is Marianne de Kok. Elke editie deed ze mee. En ook dit jaar is ze van plan de finish gewoon weer te halen. Ik geniet ook heel erg van de natuur altijd. Ik vind het prachtig hier. Niet alleen de bloesem, alles. De bomen, de natuur, de lingen, alles. Eigen omgeving, je ziet heel veel bekende mensen. Maar of de marsleider zelf ook nog gaat lopen, is nog maar de vraag. Ik heb nu 25 jaar dit gedaan en ik vind het zo ook prima. Ik vind het ontzettend leuk. Maar als ik ermee zou stoppen, dan zal ik hem best wel een keer lopen met mijn kleinkinderen. Dat lijkt me ook wel leuk. En dan krijgt ook hij, na 25 jaar, zijn eerste medaille. Voor de amateurvoetballers van Bikwik uit Zutphen komt een droom uit. De kampioenswedstrijd van de mannen wordt live uitgezonden op Fox. Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Maas- en Waalweg in Horssen is één persoon om het leven gekomen en drie personen raakten gewond. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om de slachtoffers te behandelen. De weg, de N322, is lange tijd afgesloten geweest. De identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het ongeval zijn nog onbekend. Misschien heeft u zelf ook even genoten van een optreden van uw favoriete artiest in uw favoriete platenwinkel, want het is Record Store Day. Wereldwijd treden allerlei artiesten gratis op in platenwinkels en er verschijnen speciale cd's, lp's of singeltjes. In Nijmegen hadden ze bezoek van de ambassadeur in Nederland van de Record Store Day, Jet Rebel. De liefde voor vinyl neemt toe en wie anders dan een topartiest als ambassadeur voor Record Store Day helpt dan om de liefde voor deze nostalgie aan te wakkeren. Ik heb een kamer voor mijn platen thuis, een speciale kamer in mijn huis. En ik doe dat eigenlijk ook al sinds ik echt heel jong ben. Ik denk sinds een jaar of 11, 12, 13 dat bij mij en in mijn vriendenkring gewoon die liefde voor platen gewoon er eigenlijk al was. Het vinyl en de cd's zijn door de jaren een beetje in het slop geraakt. Maar het zit weer in de lift. Je ziet nu gewoon overal platen, koffiewinkels met platen. En dat is kicken, man, want iedereen die platen koopt, die houdt echt van muziek. Anders ga je dat gewoon niet doen. Je gaat niet iets downloaden. Het hoesje, dat zegt iets. Dat heeft een apart, ja. Ik kan niet goed omschrijven, maar ik heb er echt iets mee, ja. Ik hou van muziek. En dan is het grote moment daar. Jet Rebel zingt een nummer van zijn plaat die uitgerekend vandaag uitkwam. Oh yeah. De beste patat van Gelderland, die komt uit Ermelo. Althans volgens de jaarlijkse friettest van het Algemeen Dagblad. Vorig jaar stond de Ermeloze frietzaak nog op 1. Dat hebben ze gemerkt daar in de friettent. Een volle zaak en een fikse rij voor de kassa. Wie de prijswinnende frietjes wil proeven, moet dus wel even geduld hebben. En hoe smaakt die? Heerlijk. Echt lekker. Vorig jaar wonnen ze de friettest nog. Dit jaar moeten de frietbakkers uit Ermelo één concurrent boven zich dulden. Maar voor ons is het belangrijk dat we nog steeds in de top staan. En dat hebben we gehaald, dus wij zijn heel tevreden mee. Het snackbarpersoneel heeft een druk kampioensjaar achter de rug. In één klap verdrievoudigde het aantal klanten.
van het een op het andere moment was de zaak bomvol. En was het echt alle zeilen bijzet om het aan te kunnen hier. En als je zo'n test wint, dan zijn er kapers op de kust die stiekem de kunst van je af willen kijken. Dus dat er veel mensen zijn die zelf ook een frietzaak hebben, die hier frietjes zijn komen eten. Om eens te proeven en eens te kijken van nou, hoe ziet de zaak eruit, hoe werken zij, wat doen ze allemaal. Dus dat gebeurt zeker, er wordt zeker naar elkaar gekeken in dit vak. Als je ze betrapt, schop je ze dan de winkel uit? Nee, wij zien het als een compliment. Er lijkt geen ontkomen meer aan. Degradatie voor Achilles 29 uit Groesbeek. En ook het seizoen van de Graafschap dreigt te mislukken. Maar de superboeren uit Doetinchem wisten gisteravond in Almere de laatste strohalm richting promotie te grijpen. Het contrast is groot. Dit is de ontzetting in Groesbeek bij Achilles. En voor de Graafschap is het op de valreep toch nog feest. De Doetinchemmers maken vlak voor tijd de 2-1 in Almere. En dus houdt de Graafschap nog kans om via de stand in de play-offs om promotie terecht te komen. Ik heb ze in de rust erg bij de kop gehad. Ja, dat vond ik, we hebben het zo laten liggen, net als bij Volendam eigenlijk. Ja, en dan roep je het over jezelf af. Maar hoe je dan terugkomt, nou ja, dan weet je ook even dat je trainer van de Graafschap bent. En wat voor grote club het is met de mensen, onze supporters, maar ook met de ontlading bij de jongens. Dan is het mooi om bij deze club te zijn hoor. Poeh, wat een fantastische club joh. Achilles lijkt door dit doelpunt van Job van Steen met 2-1 te winnen van Dordrecht. Maar in de extra tijd valt toch de 2-2. En dat betekent dat degradatie bijna onafwendbaar is. Bizarre verloop van de wedstrijd. En ja, als je dan zo in de laatste seconde weggeeft, dan kan we door de grond zakken. Achilles moet nu in 2 wedstrijden 4 punten inlopen op concurrent Dordrecht. En dat lijkt haast onmogelijk. En we kunnen nog steeds 6 punten halen, dus wij geloven er nog steeds in. En we gaan vol voor onze eigen kansen de laatste 2 wedstrijden. En ze zijn nog niet van ons af. En het doek kan dus volgende week definitief vallen voor Achilles. Uitgerekend in de uitwedstrijd tegen de Graafschap. Nog meer voetbal. Stel, je speelt in de 4e klasse zaterdag amateurs. En toch wordt je kampioenswedstrijd live uitgezonden door Fox. Dit overkomt de mannen van B-Quick 2 uit Zutphen. Ze wonnen een prijsvraag van Fox en daarom pakt de zender groot uit. De heren voelen zich voor 1 dag een echte prof. Honderden meters kabel, een enorme regiewagen, 14 camera's en diverse bekende Nederlanders uit de voetballerij zijn opgetrommeld om live verslag te doen van B-Quick 2 tegen stadsgenoot FC Zutphen 4. Het is voor ons ook even wennen, want normaal staan we op veld 6 tussen 4 koeien en 3 mensen. Dus het is geweldig dat we dit mee mogen maken. We hebben er hard voor gewerkt en dat je het dan uiteindelijk wordt, dat is echt super. Ja, straks begint de wedstrijd. Hoe is het met de zenuwen? Nu nog een tikkeltje zenuwachtig, maar ik denk als eenmaal het balletje rolt, dan moeten we ons afsluiten van wat er allemaal gaande is op het moment. En dan moet het allemaal wel goed gaan komen voor ons. Ja, dit is leuk. Dit is ultieme geluk van een amateurvoetballer, hè? B-Quick 2 tegen Zutphen 4, reserve 6e klas. Mooier kan niet. Het amateurvoetbal verdient ook een keer met alle ega's ontvangen te worden. 14 camera's met Ronald de Boer als analist, met Pascal Kamperman, met Koert Westerman in de kleedkamer, spelersvrouwen erbij. De wedstrijd wordt met 4-1 gewonnen en vervolgens krijgt de tweede van B-Quick de beker uit handen van niemand minder dan Hans Kraaij junior. Ja, dan het weer met Jordi Bloem. Het was geen onaardig weer tijdens de bloesemtocht hier in Geldermalsen. Er is een enkele bui gevallen, maar een groot deel van de tijd was het droog. Met in de loop van de dag wel steeds meer bewolking. Vanmiddag ook stapelwolken. En ook morgen een vrij wisselvallig geheel. Met vanaf de Noordzee nog een paar buien die over Gelderland trekken. Maar tussendoor ook steeds opklaringen. En steeds de meeste zonneschijn 's ochtends en in de avond. 'S Middags telkens de meeste stapelwolken. Ook vanmiddag was het behoorlijk bewolkt. Met af en toe nog wel een paar opklaringen tussen ook die paar buien door. Komende nacht is het droog in de provincie met bredere opklaringen, maar wolkeloos is het niet. Er staat weinig wind en het wordt een vrij koude nacht. De temperatuur daalt tot ongeveer 1 graad met her en der vorst aan de grond. Nou, morgen, 's ochtends dan de meeste zonneschijn, 's middags dan weer een tijdje zwaar bewolkt, met vooral in de middag weer een enkele bui. Maar ook morgen zijn er lange droge perioden te verwachten.
De wind komt uit het noordwesten, is matig van kracht en voert ook morgen vrij koude lucht aan. De maximumtemperaturen komen rond 11 graden uit tegen een langjarig gemiddelde, de norm, van 15 graden. Nou, maandag, maar ook de dagen daarna tot en met Koningsdag, blijft het wisselvallig in Gelderland. Er verandert niet veel. Iedere dag, vooral in de middag, af en toe een bui, later mogelijk met hagel. Want dinsdag en woensdag wordt het nog wat kouder. Maandag tijdelijk 13 graden, maar dinsdag en woensdag wordt het amper 8 of 9 graden. En ook de nachten blijven volgende week vrij koud. Met in sommige nachten en nog steeds risico op vorst aan de grond. En dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat er een nieuwe traditie is geboren in Ede, het Vrijheidsfestival. Vandaag was de eerste editie. Meer daarover en ander nieuws vindt u op onze site gld.nl en op onze app. En ik wens u nog een hele fijne avond.